Nou, goedemiddag. We zijn hier aan de Henk Arendstraat. Wat doen jullie hier? Vandaag is de launch geweest van Verkeersveiligheidsmaand. Ja. Verkeersveiligheidsmaand loopt van 15 augustus tot 15 september. Ja. En we hebben dus gemeend om met deze actie, middels borden, langs de weg te zijn met een aantal vrijwilligers, om bewustwording te vragen voor verkeersveiligheid. Oké, en u staat ook met een bordje, meneer? Ja, goedemiddag. Ja. Ja. Ik ben de directeur van het kinderhuis Hoed voor Kinderen. En mij is gevraagd om een bijdrage te leveren ten aanzien van deze mooie actie. Om dus de mensen, zoals Sabrina aangeeft, de mensen bewust te maken van veilig verkeer. Ja. En ik heb ook dus een paar pupillen van het huis kunnen optrommelen om dus mee te doen aan deze actie. Er wordt vaak gezegd van de jeugd is de toekomst van morgen. Maar we moeten een gezonde jeugd hebben als we de toekomst later tegemoet willen zien. Een jeugd die geen mankementen heeft. En daarvoor hebben wij dan gekozen als Hoed voor Kinderen, kinderhuis Hoed voor Kinderen. Ja. Om deze actie te ondersteunen, om de Surinamers bewust ervan te maken van ga met liefde om in het verkeer. Ja. Dat wil ik meegeven. Oké, en als slotvraag, want ik stel die vraag vaak aan mensen hoor. U zegt ga met liefde in het verkeer. Maar als u zo kijkt naar het verkeer, merkt u veel liefde in het verkeer? Ik ga u aangeven. Ik sta al een poosje hier. En desondanks ik dit bord met maximaal 50 in de lucht hou, zie je toch dat bepaalde automobilisten hun snelheid niet verminderen. Dus ik denk dat er meer moet gebeuren. Ik weet niet als het voorlichting moet zijn of iets anders. Maar er moet wel wat gebeuren in Suriname. Dat vooral de verkeersslachtoffers worden teruggedrongen. We zijn langs de weg. En wat vinden jullie van de verkeersactie van deze groep? Dat ze aandacht vragen om rekening te houden met het verkeer in het kader van het verkeersveilige maand. Wat zeggen jullie daarop? En dat moeten we niet hebben. Dus ik vind het een heel goed initiatief dat ze zo bezig zijn. Een heel goed initiatief. Ja. En u ook? Jawel, ik vind het heel goed. Kijk, voor het eerst is die bus zo rustig gereden naar de hoek. Ja, gaan we één keer in de week of gaan we het vaker doen op andere plaatsen. Ja, want u bent ook als jogger dagelijks wordt u geconfronteerd met het verkeer. Hè? Ja. En is het nodig? Het is nodig.